Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Boven Nederland ligt niet heel veel bewolking hier en daar en flart. Maar dat zal wel grotendeels oplossen. En wat overblijft zijn misschien een paar wolkensluiers. Verder is het zonnig met een temperatuur die vanochtend rond het vriespunt uitkomt. En van lichte tot matige vorst aan het oplopen is. Vanmiddag wordt het wat zachter. En dan hebben we temperaturen van 4 of 5 graden. Overigens is dat nog wel aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. De wind is niet zo heel erg sterk. En daardoor voelt het best oké okay aan met nog steeds veel ruimte voor de zon. In de avonduren zakt het kwik onder het vriespunt. En in de nacht kan het uiteindelijk plaatselijk matig vriezen. En verder blijft het heel erg rustig met helder weer en niet te veel wind. Morgen een matige wind uit het oosten tot noordoosten, weer 4 of 5 graden op de thermometers. En opnieuw veel ruimte voor de zon. Rustige dag dus, met in de nacht hebben we steeds zo lichte tot matige vorst. Maar overdag komen we daar wel flink boven. Pas in de loop van het weekend gaat de temperatuur verder omlaag. Dan zie je dat het overdag wat moeilijker wordt om boven nul te komen. En in de nacht is de kans op matige vorst duidelijk groter. We doen het in het algemeen met veel zon overdag en helder weer in de nacht. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl